Buiten woedt het coronavirus, maar binnen klinkt gelukkig Bach. Bach biedt enorm veel troost. Kijk, daar ziet u hem op mijn schouder. Ik zal het laten zien. Kijk, daar heb je hem. Hij hangt op de deur van mijn studio. En als ik hier muziek zit te maken en zit te componeren, dan luistert hij mee. En daar heb ik enorm veel steun aan. Hoe komt het nou dat Bach mij ook veel troost biedt? Dat heeft te maken volgens mij met dat hij zo vertrouwd is voor me. Ik ben van jongs af aan met Bach opgegroeid. Mijn vader, ik zet even de muziek uit. Mijn vader die was een verwoed amateur fluitist en hij speelde eindeloos Bach thuis. Hij speelde sonates in een klein ensemble of hij speelde partitas of hij speelde met dat melodietje van Brandenburgs Concert mee. En ik keek daarnaar en ik luisterde natuurlijk naar en ik vond het te gekke muziek. En ik wilde ook fluit spelen. Nou, ik mocht blokfluit spelen. Dus kijk, hier zie je mij met mijn moeder en mijn broer spelen we een deeltje uit het klavierbüchlein van Anna Magdalena Bach, wat Bach voor zijn vrouw heeft gecomponeerd in een bewerking. En ja, ik speelde het niet geweldig, maar ik speelde mooi wel Bach en daar was ik enorm trots op. Verder hadden we een enorme wifi-installatie in de kamer. Omdat ik zo klein was, natuurlijk enorme speakers. En ik weet nog, als daar de Brandenburgse concerten op stonden van het Collegium Aureum, dat ik dan bijna in die speaker wegkroop. Omdat ik die trillingen vond ik lekker. En ik vond die muziek helemaal te gek. En later heb ik zitten denken, wat er nou zo precies zo mooi aan was. En ik heb het idee dat het vooral met de beweging van Bach te maken heeft. Op een of andere manier is bijna alle muziek van Bach dansant. Of het wiegt op een bepaalde manier. Dat brengt me op een andere herinnering. Toen ik, als ik ging slapen, 's avonds, dan hoorde ik vaak muziek nog beneden van Bach. De partita of zo'n sonate. En dan liet ik me op die muziek meevoeren en dan liet ik me langzamerhand in slaap wiegen. Ja, in die zin, dat moet je me niet kwalijk nemen, maar in die zin is Bach op zekere hoogte ook slaapverwekkend. Dat is een goede eigenschap. Heel veel meesterwerken hebben die eigenschap. Daarom zie je soms mensen ook in het concertgebouw wegzakken, omdat ze zich ontspannen door die muziek. Ja, later zet ik me natuurlijk enorm af tegen Bach en tegen alle klassieke muziek. En ik ging gitaar spelen, ik kreeg gitaarlessen en ik wilde popmuziek maken. Maar toen kwam ik toch Bach weer tegen. En ik vond het eigenlijk te gek. Ik zal hier een voorbeeld laten horen. Dit is Bourré uit een suite van Bach. Bewerkt door de band. Hier zie je ze. Jethro Tull. Dit is Ian Anderson. Die speelde dwarsfluit. En die maakte een swingende versie van. En ik ging naar een concert van ze. En ik liep helemaal mee te deinen, te dansen. En ik vond het te gek. En ja, zo kon ik me tegen mijn ouders afzetten en de klassieke muziek. En toch bleef Bach met me meegaan en met me meedijnen. Zo ontdekte ik nog een ander voorbeeld. In de Matthäus Passion zit een bas. Die op een of andere manier herkende ik. Even kijken hoor. Hier heb je hem. Hier. Dung, 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 dung. En ik ontdekte dat die bas in I'm Free zit van The Who, uit Tommy. Dat ze daar een bas in hebben bewerkt. Kijk, dat klinkt zo. En zo kwam ik toch weer Bach tegen in popmuziek. En zo bleef Bach altijd op een of andere manier bij me. En daarom biedt Bach mij nu nog steeds troost. Ook in deze afgrijzelijke, geïsoleerde tijden. En ik hoop dat Bach u ook troost blijft geven.